Nou, dit is dus het plak waar de Joodse onderduikers winnen in die tijd. Van 1943 tot 1945, als je wist. Ze zitten hier te geren. Het was een gezinde familie Flesseman. Ze kwamen uit Scheveningen. Ze gingen een zaak in Amsterdam. En ze waren met z'n vrouwen kwam. En dat kwam er dan op deel dat de heid en men binnen geren. En de beide jongens die zitten aan de andere kant van de dorp in de Hovedermeren. Daar sliepen ze in deze bedstee. Geren. En als er onrecht was, bijvoorbeeld naaks in de jongens in de doorbelly, dan gaan ze hard via deze kast ze in het schoolplak wat hierachter zit. Achterin deze kast zit een deur, koest die op een maatje en dan kwam ze achterin het schoolplak. Nou, hier is dus de bedstee. En als dat hier wegzucht in deze wand, dan gaat dat bedstee hier om het af. En als je hier, daar is aan het schoolplak. Een gang achter de bedstee en de kast. En er is een keer een huiszieking geweest in de oorlog. Landwacht van Dokkum had je geweest. Er waren landwachters met een groep landwachters eromheen. Ze hadden players toen omsingelen. En toen, omdat ze hier heen, het vitrooien dat hier Joden verborgen waren. Toen hadden de hele players teruggezocht en ik had ze hier geweest. Maar ze hadden ze gelukkig net voor. Ik ben geboren op 19 november 1943 in de Onderduik. Maar mijn moeder is bevallen op de grond, en, want ze wilde geen arts laten komen. En toen ben ik meegegaan naar het ziekenhuis in de boodschappentas. En mijn moeder heeft een zware buikinfectie gekregen, dus die lag eigenlijk in het ziekenhuis op sterven. En ik kwam daar op de babyafdeling. En daar ben ik gebleven totdat ik naar Friesland gebracht ben. Als Jetty van der Hoek uit het ziekenhuis naar Friesland smokkelen wordt, valt haar familie definitief uit elkaar. Ze komt te wonen in het dorpje De Kniepen, bij de familie van der Molen. Ja, die vaart is gewoon heel leuk in de herinnering. Dat weet ik ook nog wel, dat ik daar geweest ben, maar welk huis het was, dat weet ik niet meer. Drie ongetrouwde zusters en een ongetrouwde broer. Die 18 november is hun moeder overleden. En daar hadden ze al die tijd voor gezorgd. En ik ben 19 november geboren. En ik kwam 2 maart bij de tantes en de oom. En die waren natuurlijk heel blij dat ze weer een babytje hadden waar ze voor konden zorgen. Kijk. Hier staan ze met z'n 4 op. Dat is ook heel leuk. Toen waren ze natuurlijk nog een stuk jonger. Dit is tante Betsy. Dat is oom Jan. Dit is tante Minke. En de jongste is tante Lampje. Precies mooi in de volgorde van leeftijd. Dat is gewoon heel leuk. Ja, voor mij waren ze gewoon mijn ouders. Het was, je weet niet beter. Je komt in dat gezinnetje. Je bent een babytje. Je groeit daar op, naar je peutertijd.
Dan weet je toch niet beter? Dan kan je nog geen onderscheid maken tussen vaders en moeders, denk ik. Nou, hier zie je mij als peutertje in de kinderwagen. Ik was natuurlijk een blond kindje, blauwe ogen. En ja, ze reden mij gewoon met de kinderwagen in de kniepen rond. En misschien waren er wel gevaren, maar ik weet het verder niet. Ze zeiden dat ik een evacueetje was uit Rotterdam. Ze waren dus echte Friese, bedoelen recht door zee, hoor. Dat wel. Mij, Jetty van der Hoek, zelde nog een hele soort Joodske band de oorlog hoe liep je in de onderdoek in Friesland. In de ring van Jontje 43 komt een grutskalige smokkel uit Amsterdam bij op gang. De band werd eerst naar Snits gebracht, maar al gauw ontstien er smokkelroutes naar de Jouwer en Ljouwt. Vooral in de Friese haardstijd en het dwarpen der boppen zullen een soort Joodske band onderdak krijgen. In Ljouwt speelt de doopsgezinde predikant Felix van der Wissel een centrale rol in de helpen Joodske band. Maar de spil dat alles omdraait is een van zijn gemeenteleden. De verzetsman Krijn van den Helm. Krijn werkt op het belastingkantoor in Ljouwt. Maar hij hoort hem haast dij en nacht wanden met de onderdoek helpen Joden. Ale Kingma leert hem in zijn bennenjeren kennen. Want Krijn komt een soort op het timmerfabriek van zijn heid Harm. Ik ga hem als lietse jongen meemaken. Het wie ome Krijn. Het wie een man wij op aankoorden die afspraken nijkam. En een man die wat oondoorde. En die eeg hier van de neet van oren mensen. En van de duivel net bang. Hij was klein, nerveus. Had iets jongensachtigs. Zeker is dat hij nimmer opgevallen zou zijn normaal in de grote mensenmaatschappij. Misschien heeft hij zichzelf verbaasd. En Krijn wist dat ze hem hebben wilden. Terrorist nummer 1. Terrorist nummer 1. De meest zochte man van het Friese verzet. De Kingma's zullen gaandeweg de oorlog hield niet meer met hem geerwerkje. Het timmerfabriek groeit uit naar het haardkwartier van de Ljouwter knokploeg. Een gaarlijk plak, doe nog midden in het Iepeloon, krijgt Poeten de stad. In die tijd maar je reken je dat het tussen de 50 en de 75 mensen werden. Die werken, maar daar werden dus ook een soort bij. Die werken eigenlijk net, maar die werden daar als zogenaamd werknemer, maar tevens ook als onderdoeker. Die kon net de spieker niet hout krijgen. De knokploeg, de KP, onder leiding van Krijn van den Helm, die hier als uitvalbasis, hier hier de timmerfabriek. Er zijn dus ook diverse overvallen op distributiekantoren, gemeentehuizen, om bon te pakken te krijgen. Die ben vanuit de timmerfabriek ben die organiseerd. Het is letterlijk nog grutter geworden na de oorlog, maar in de tijd dat het zich afspelen had met de KP en het sliepersplak van Krijn van den Helm, wie dat inderdaad een behoorlijke oppervlakte. Je hier diverse vluchtmogelijkheden en je kon alle kanten kon je eruit, alleen nog auto's die kon je er haast net komen. Dat weer een haard van verzet. Zou je dat stellen? In de ring van Jontje 43 strikt uit het westen van het land de mondaine Esmee van Egen in Ljouwdel. De vrijvochten Esmee wordt al gauw de rechterhand van Krijn. Tegeren brengen ze heel wat Joden en allieerde piloten in veiligheid. Voor het vervier broeken ze gauw dus een ambulance van het plaatselijke taxibedrijf De Vrij. De Cadillac is een relatief veilig transportmiddel omdat de bezetter uit angst voor ziektes ziekenauto's meest terugrieden liet. Al gauw wit Krijn van den Helm het paard te vinden naar de kop van Friesland. Naar dwarpen als Verwert, Bleia en Holwert.
Maar hij is net de enige die deze streek onder hij van de Vrouw een geilig plak vindt. Ik het verzet in Twente met een soort Joden kwiet. En soms zit er nog een onvierroute naar deze dwarpen. De deportatie van Joden is dan al in volle gang. Ik de Joodse familie Israël in Amsterdam er in gevaar. Heid Israël maakt het in bot zwargen over het lot van zijn ben Arnold, Ronald en Ellen. Hij besluit ze dat te rieden op de onderdoek. Wij werden iedere avond, als wij aan tafel zaten, aten, werden wij gevraagd waarom, hoe onze naam luidde, onze onderduiknaam. En die moesten we dan echt vlug kunnen opnoemen. En dat werd iedere avond herhaald. Ik zou eerst Ellen de Groot heten, maar dat kon ik niet onthouden. Toen heeft mijn vader gekozen voor de naam van een vriendinnetje uit de buurt. En dat was Ellen ter Beek. En dat ben ik de hele oorlog doorgebleven, Ellen ter Beek. Als Ellen ter Beek zal ze een hele reis meidje voordat ze op een veilig adres te Londen komt. Ik ben dus naar Zutphen gegaan. Van Zutphen, daar moesten we weg naar Amsterdam. Van Amsterdam naar Wormerveer een paar nachten. Van Wormerveer naar Groningen. Daar ben ik één nacht geweest. Daar moest ik weer weg, want die mensen waren bang. Van Groningen weer terug naar Amsterdam. Van Amsterdam naar Friesland. Daar is de afspraak misgegaan. Toen ben ik in Zürich terechtgekomen, 2 weken. Van Zürich naar Drongrijp. En van Drongrijp naar... Nou heb ik nog even gezworven. En daarna ben ik in Hoven terechtgekomen. Dat was mijn eindstation. Njonken Ellen krijgt in de tweede helft van de oorlog nog 10 tallen orenjoodske ben onderdak in Hoven. Dat in die tijd goed 100 inwenders had. Dit is nou een strede wet, een mooi voorbeeld van is hier wennen de middenstand van Dwarp. En als je daar aan de linkerkant beginnen, daar wie P.G. Visser en het installatiebedrijf van der Hoop, maar Joodse bijen. We gingen hier Veringa, werd een Joodse vrouw gesierd. We gingen aan deze kant Kooster, de beskutbakker, werd een Joodse bijen gesierd. We gingen hier op nummer 28, werd de slager en de schilder zitten waar Joodse bijen zitten aan het einde van de straat. Daar wie ik dan gezien met Joodse bijen. Dus op 100 meter wie een ouder middenstand die de Joodse bijen opnam in die oorlog. In de oorlog had je haast 50 Joodse onderdukkers zitten. Hier win ik een aantal ondernemers die waren kinderloos, de bakker, de melkboer en de slachter. En die nam ik bij hen op. Elk dorp heeft zijn eigen netwerkje met een dominee, een huisarts, een squalmeester. En in die tijd waren er ook nog 2 squalen, 3 kerken. Dus er waren 2 dominees, 2 hoofdmeesters, 2 juffrouwen. Er was nog een dierenarts of een huisarts en die hier dan in dat dorp in een netwerkje met elkaar. En dat is eigenlijk essentieel geweest voor het onderzoek, het onderbrengen van de onderzoekers, dat je mensen vreest die dat regelen willen, maar die het echt de plaatselijke mensen kennen. Wat ben je vertrouwd adressen? Waar kunnen we vertrouwd binnenstappen? Waar kunnen we vertrouwd aanbellen? Holwert leidt in het water in een zee van Loon. Verderop naar de pier, dat de boot naar het Ameland gaat, had de Duitsers wel een post voor aanwegen geschud, maar de oorlog liep het vaak ook heel veel voort. Ik voor Ellen, die het onderzoek is bij Hilke en Maaike van der Ploeg. Het was een gewoon leven, ja. Ja, gewoon. Niks bijzonders. En ik kon naar school in Holwert, dat was ook fijn. De meesten gingen gewoon aan het werk. Er was zelfs een kerkscheuring in jongetje, 44. En er gebeurde echt al je gewone dagelijkse dingen. Weet je, denk ik dan in een oorlog helemaal net bestilst om dat te doen. Er waren nog feesten, er waren nog keerst. Het leven ging in blij en hoofd gewoon trouw. Dus als je in Warschau ziet, in zo'n aansluitende omgeving waar het alleen de Joden zitten,
dan had je een hele andere situatie. En dan kist die mensen niet zien. Maar dat wie in een dagelijks gebeuren werd de Duitsers helemaal werd gewoon word waar. Werd de Duitsers eigenlijk helemaal niet in benul ging dat er wel eens onderdoekers wijzen kon. En dat beeld haak ik ervan. Ook de Duitse soldaten die het Holwert in de gaten houden moeten, kniepen Gaurus een eetje dicht. Een heel mooi verhaal daarover is het verhaal van dat Bram Insel, een jonge jonkje, hier mij zien. Op pas in Sint-Tiet, dus de dochter van Pieter Olivier, tot het dorp heen keuren. En dat Hendel, de Duitser, er aan kwam en die fietste daar voorbij. En die zei van, dat is een Jude. En toen zei Pietje en Gwasse, die zei, nee, dat wie net zo. Ja, hij zei, dat is wel hier. Maar hij zei, de goede passen en hij is gewoon verder fietst. Dus die mensen, die Duitsers hadden natuurlijk wisten dat je benen ziet. Nee, die hadden daar nooit werk van maken. En die hadden, ja, voor hun, wij zullen in deze tijd zetten, die wint voor hun noemer in Sienst. Toch pakt het net altijd goed uit. Zoals bij Ron de Pauw. Hij zoet voor het eerst na de oorlog met zijn vrouw Janke waarom hij blijde. Voordat er in Holwert onderbracht werd, kreeg hij als tienjarig jonkje eerste peer wieken onderdak bij het predikanten-echtpeer Kees en Ans Moelijn. En ik dacht dat het veel groter was in die tijd. Maar het is nu de werkelijkheid. De pastorie van Moelijn wie een belangrijk teruggangshuis voor onderdoekers. Het echtpeer speelde een cruciale rol in de verdeling van Joodse benen over de dwarpen. Ron had het niet zin bij Moelijn in Beleien. Vanaf het eerste moment dat ik de deur binnenstapte, toen dacht ik, hier wil ik blijven. En het waren zo aardig voor mij, deze leuke dingen. Ja, kortom, het was mijn ideale plek om daar te willen blijven. Maar Ron mat naar Holwert. En toen moest ik in de bedstee slapen. Ik moest kale melkse pap eten. Ik moest op klomp lopen en ik moest naar school. Dus was op dat moment al van plan. De eerste de beste kans die ik krijg om weg te gaan, ben ik weg. De mensen waren natuurlijk verschrikkelijk aardig voor mij. Maar ik kon dat niet meer absorberen. Hij gaat er van terug en komt in Ljouwen wonen. Op het treinstation wordt er herkend door meesken uit het verzet. Er breekt paniek uit. Toen hebben ze waarschijnlijk krijgsraad gehouden van wat moeten we doen. En uiteindelijk hebben ze besloten, ja, hij moet terug naar Amsterdam. Ik zeg, ik was een soort landmijn voor ze. Want het was levensgevaarlijk natuurlijk, wat ik had gedaan. Daar winnen we. We zullen de boel even bezien. Dit is het schoolplank, ja, van dit huis. Het is een heel iets gotje is het. En je zit er dus tussen het plafond en de... De vlier van de, je achter zit een klingenkast en daartussenin daar zit een, ja, wat zal het zijn, 50 centimeter rondte zit daar. En daar moesten ze hier terug in kroepen en dan goed loekje koe wat dicht. En aan de achterkant zit een schotel, daar konden ze mee vastzetten. Nou, je kan wel een man of wat in lezen. Je kan wel veel allemaal een ijsboek al lezen. Maar daar hing je net volle ruimte. Je hoonde het er net 14 dagen uit, Big Bang. Je had ze nooit mensen vinden kennen, nee. Ik had hier als lidjonkje een heel soort ding in dit huis gehad. We hadden nooit weten dat hier een schoolpark weer. Dat op mijn hersen een keer zei van, dit loopje kan hem heen en je kan hem niet binnen. Daar. En toen hadden we als bijen had je wel eens inzetten, ja. De bijen liep je veilig in Holwert. Toch verliest Krijn van den Helm, jonken al het verzetswerk dat hij docht, ze net uit het eeg. Moelijnskroot, hoe Krijn van den Helm, hoe Krijn van den Helm ook een mensenmens is. Krijn van den Helm is een man, dus ook van hele grote regelwerk in het verzet. Maar Krijn van den Helm is ook een mensenmens en ik lees dat even voor. Krijn van den Helm had een sterk gevoel voor de menselijke zijde
met name voor de moeilijkheden van de ondergedoken Joden. Zo verzorgde hij bij al zijn drukke werk ook nog Sinterklaaspakketjes voor de Joodse kinderen. Nou, je bleek dus uit dat Krijn van den Helm het belangrijk vond dat dat die band op een warm plak hing bij de onderdoekers. En dan schreef hij hier ook verder dat de correspondentie binnen die families trogang vinden moest. He, dat je als band wist dat je broer of zusje misschien in het dorp verderop zitten. Dat vond hij zo essentieel. Dus hij liet zich net zomaar wat gebeuren als onderdukker. Hij wilde het echt mee beginnen met die band. En nou, dat is zei hij zeker ook Krijn van den Helm. Het bijzondere van Holvert vind ik dan ook nou, dat van al die 50 Joodse onderdukers er nooit in verred worden is, er nooit in oppakt worden is, nooit in afvoerd geweest is. Ze hebben hier de hele oorlog hier zitten. Dat is wel heel bijzonder. Ze overleef je alle keer de oorlog. Maar dat geldt net voor haar helpers. Krijn van der Helm wil terug de Sicherheidsdienst deersketten op zijn onderdoekadres. Esmee van Egen wordt een paar weken later fusilleerd. Als de Canadezen in 1945 Holvert bevrijden, staat Ellen langs de kant van de dijk. Ik kreeg een vlaggetje in mijn hand gedrukt. En ik werd de straat opgestuurd. En daar stonden dus allemaal mensen. Zo'n van die rijen mensen. En daar denden de grote Canadese tanks langs. Mijn zo grote lichaam. Met hele grote rupsbanden. En ik was niet blij. Ik vond het alleen maar dood en dood. En dan stond je daar met zo'n vlaggetje. Bang te zijn. Ik had niet de indruk van ik ben bevrijd. Dat is pas veel later gekomen. Na de bevrijing gaat Ellen weer om naar Amsterdam. Dan pas wordt haar duidelijk dat ze zonder haar heid verder moet. In Holvert had ze het berucht al gekregen dat hij bij zijn verzetswerk in 1944 om het leven gekomen is. Het heeft toen niet zoveel indruk op mij gemaakt. Alles was al heel anders. Ik was al niet Ellen Israël. En ik kwam al niet uit Amsterdam. Ik was een evacuee uit Arnhem. Dat was mijn verhaal. En nou, dat verhaal van mijn vader hoorde daar eigenlijk ook tussen. En pas na de oorlog, dan ga je je realiseren van... hé, papa komt niet terug. Dan ga je kijken, loop je van school naar huis. En dan hoop je dat je vader daar misschien wel heel stiekem neergestreken is. En ja, dan is dat een hele teleurstelling als dat iedere keer maar niet zo is. Op een gegeven moment leg je je daar dan ben neer. Maar het blijft altijd een hiaat van... Papa is niet thuisgekomen. Ron doet aan de eind van de oorlog onder in Limburg. Na de bevrijding doet blikken dat zijn heid en mem verred binnen op haar onderdoekplak en in Westerbork te lonen komen binnen. En vonden daar ook met mijn broertje en zusje die ook verraden waren. En die werden weer dan... Om dat dramatisch te zeggen, verenigd en doorgestuurd te worden naar Auschwitz. En mijn vader heeft geweten dat dat einde verhaal was. En die is uit de trein gesprongen. En natuurlijk is hij ook overleden. Maar hoe en op welke manier? Terwijl mijn zusje, broertje en mijn moeder rechtstreeks via Westerbork naar Auschwitz zijn gegaan. Het laatste transport. Jetty oerlibbert de oorlog in de kniepen. Alle sporen met verliezen liet je uitwist. Maar toch wordt ze in augustus van 1944 verenigen met haar ouders. Had hij haar weten te identificeren aan een moedervlekje op haar buik. Traumatiseren en als vreemden van elkaar moeten ze het libben weer oppakken. Ja, toen ging ik dus mee met mijn ouders naar Utrecht. Maar ja, ik kende mijn ouders niet. Dus tante Lampje is meegegaan. Maar ja, die sprak ook Fries met mij. Ik verstond natuurlijk ook geen Nederlands. En die is 3 maanden dan bij mijn ouders in huis geweest. Maar ja, zo kon ik natuurlijk ook nooit aan mijn moeder wennen. En dus dat ging niet goed. Toen is tante Lampje
weer weggegaan en toen is tante Minke gekomen. En toen kon ik nog niet aan mijn moeder wennen. En op een gegeven moment is tante Minke ook weggegaan. Ja, en dan van lieverlee hebben we geprobeerd, ja, een beetje, ja, moeder-dochter relatie te krijgen. Als ik naar mezelf kijk, zo'n trieste uitdrukking. Mijn broer, die kijkt, ja, is ook niet vrolijk. En mijn ouders, die hebben ook een, ja, beetje nietszeggende uitstraling. Het is toch wel heel triest om te zien. Dus als je het zo kijkt, denk je, oh, wat een leuk fotootje. Maar als je dieper gaat, dan denk je, toch wel heel verdrietig. Maar Jetty had net alleen nog haar onderdoekfamilie nodig. Ik oors om, kan ze haar net meer loslitten. Nee, riep Berie, nemen ze een opmerkelijk besluit. Ze hebben dus alles achtergelaten in Friesland, wat natuurlijk heel uitzonderlijk is. Vooral voor tante Betsy en ome Jan. Ik denk niet dat die al zo ver buiten Friesland geweest zijn, ooit. Eigenlijk zijn het mijn helden. Omdat ze in feite hun leven in de waagschaal hebben gesteld voor mij. En ze zijn dus in de buurt van Utrecht zijn ze gaan zoeken waar ze dan zich konden settelen, zodat ze dicht bij me zouden zijn. En dat is Zeist geworden. Eigenlijk heb ik, ja, een cadeautje gekregen, zeg maar, door ze te mogen ontmoeten. Ja, ze zijn voor mij heel waardevol. Ja. Ze waren er altijd voor me. Jozef Schijvenschuurder werd in de oorlog als liedjonkje naar Bolster gebracht voor de onderdoek. Hij werd de eerste ketten door de Duitsers, mem oppakt in een razzia en naar Sobibor gebracht. Ik heb rare gedachten, heb ik gedacht, had ze mij maar meegenomen. Meer verhalen en interviews? Luister je dan naar Smokkelbaan, de podcast.